Hallo werkpartijvrienden, nummer 8 alweer. We hebben net een week gehad, gisteren een beetje ontspanning gedaan, pilatesachtig met stretching, etc. Dus als het goed is, is jullie lichaam weer klaar voor nieuwe workouts voor deze week. Zometeen gaan we beginnen met een warming-up. In dit geval doen we dat met een broomstick, bicep steel, stok. Eventueel kan je een PVC-pijp gebruiken. Heb je een bezem staan, haal je de bezem eraf, heb je ook een stok. Dus daar gaan we zo meteen de warming-up mee doen. Dan gaan we naar de workout zelf. Die bestaat uit twee delen, A en B. De eerste is een M-rep van 5 minuten. Dus as many rounds as possible van deze 3 oefeningen die ik straks zal laten zien. En daarna hebben we nog 3 ronden van allerlei bewegingen waarvoor we allemaal een box nodig hebben. En nou heeft niet iedereen een box thuis natuurlijk. Je kan ook een bankje gebruiken, een tafel. Misschien heb je in de tuin nog een stapel met tegels waar je het op kan doen. Hou je van hardlopen of van fietsen? Fiets je ergens naartoe, zie je een bankje staan in het park, dan kun je het op doen. Op schoolpleinen staan vaak van die grote vierkante betonnen blokken waar je de oefening op kan doen. Dus de keuze is reuze wat dat er gaat qua materiaal. Zoals ik al zei, straks leg ik deze oefeningen even uit. Nu gaan we naar de warming-up. Dus we hebben een stok. Ik pak hem breedbeet. Dan ga ik eerst even lekker uitrekken. Dus ik ga helemaal naar beneden. Mijn hoofd tussen mijn armen. Ik kom weer omhoog. Ik duw mijn heupen naar voren. Trek de stok uit elkaar. Dan kom ik weer terug. Weer naar beneden. Adem ik in. En weer uit. En terug. Dat doe je een keer of 5. Dan doe je weer voor je. Gaan we over het hoofd heen bewegen naar achter toe. Probeer je armen recht te houden. Dus we tillen de schouders op. Dan gaat hij over het lichaam naar achter toe. Ook een keer de 5 heen en weer. Worden de schouders lekker warm, lekker los. Altijd goed. Dan gaan we naar de windmill. Dan draai ik mijn armen om mijn lichaam heen. Daarbij probeer ik ook mijn armen weer zo recht mogelijk te houden. En dan doen we dat natuurlijk ook de andere kant op. Ondertussen adem je rustig in en uit. En om ook alvast de onderrug en de heupen mee te pakken, ga ik ook roteren. Naar beneden toe, dus ga naar beneden, heupen naar voren. Ook dat doe ik de andere kant op. En we zijn weer op het beginpunt. Zet ik de stok voor me neer. Mijn rechterbeen naar achter. Mijn arm naar voren. Druk mijn hak naar de vloer. Duw mijn lichaam naar beneden. Dus vanuit mijn hand naar mijn hak wil ik één rechte lijn zijn. Even de spanning erop. Span. Andere kant. Ook weer één rechte lijn. Van mijn hand naar mijn hak. Weer terug. Ga ik wijd staan. Je dient de stok even gewoon voor steun. Dus ik beweeg mijn heup naar achter. Weer terug. Andere kant op.
draaien. Zo. Ik ga op mijn tenen staan. Ga ik squatten. Vanuit hier. En ik blijf op mijn tenen. Voordraaien. Probeer mijn heupen zoveel mogelijk op dezelfde plek te houden. En te draaien in mijn schuine buik. Zet mijn voeten in squatpositie. Good morning met squat. Good morning. Squat. Zet ik een stok voor me neer, in het midden, en naar buiten bewegen. Even naast me. En dan ga ik hier in mijn schouder ga ik bewegen. Dus ik draai mijn arm als het ware rond. Leg ik de stok op mijn vingertoppen, aan het uiteinde van de stok, dan kom ik voor mijn lichaam, ik draai naar binnen en ik draai weer terug. Hierin draaien, zoveel mogelijk naar buiten.
de stok. Lekker opgewarmd te zijn. We hebben een MREP van 5 minuten. Zoals ik al zei, die kan je thuis doen, binnen in de tuin. Hardlopen, even 2 kilometer hardlopen. 5 minuten MREP. Verder hardlopen naar huis. Heb je een mooi workoutje. Ga het laten zien. Er staan eerst 5 boxjumps, 10 plyo push-up en 20 mountain climbers. De boxjump. Dus je staat met je voeten op schouderbreedte. Je zakt door je benen en je springt achter je handen aan. Dus vanuit hier. Strek je heupen. Kom je terug, zakken. Strek je heupen. Dat doe je 5 keer. En na die 5 keer gaan we een plyo push-up. Dus je gaat in de plank staan. Je gaat naar beneden. Je zet je af. Dan maak je er 10 van. Dan blijf je in die plank. Je begint met 1 been voor en de mountain climber. Daar doe je 10 per been van, oftewel 20. Nou, zoals ik al zei, het is 5 minuten. Dus je kan een rondje of 5, 6 keer daarvan doen. Daarna even een beetje uitblazen als je aan het hardlopen bent. Eerst even 100 meter rustig lopen. En daarna pak je de pacing op. Gaan we naar workout 8B, om het zo maar te zeggen. We staan er 3 rondes. 10 bewegingen per oefening. Hier staat ES. Dat betekent dat het each side is. Dus aan beide kanten. Step up to reverse lunge. Het handigste om te beginnen is zeg maar het verlaat je lunge. Ik zet een klein afstandje er vandaan. Ik ga vanuit hier. Ik stap op. Kom terug. Lunge. Hop. Lunge. En als je er 10 gehad hebt, doe je er ook 10 aan de andere kant. Dan de volgende. Rocket jumps. Oftewel, ik zet mijn voet zet ik op de box. En dan ga ik zo meteen springen. Dus vanuit hier. Hop. 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 Dus je komt los van de box. En je tikt met je andere voet de vloer aan. En gaat weer weg. Dus dit is het been waar je het mee doet. Dus je probeert zo min mogelijk met je achterste been. Tricep dips. Hoe verder je je voeten wegzet, hoe zwaarder het oefening wordt. Dus heb je ze zeg maar op deze manier, en die vrij licht, heb je ze daar dat je zwaar. Ik beweeg mijn billen langs de box naar beneden. Zak zo diep mogelijk. Strek goed mijn armen uit. Hier adem ik in. En ik blaas weer uit. Op die manier heb je heel eventjes een klein beetje rust in de benen. Door aan het bovenlichaam te werken. Gaan we naar de Bulgarian Split Squat. Het handigst is om zeg maar je tenen er net op te leggen. Je gaat een stukje naar voren. Beide benen zijn gestrekt. Je lichaam is recht. Je zakt. En je komt terug. Zakt. Enzovoort. Ook weer aan iedere kant 10 stuks. Dan komen we met een rapid step up. We plaatsen weer 1 been op de kist. Dus gaan we vanuit hier. Enzovoort. 10 per been. Dus
shot. Die kleine betekent dat we naar beneden gaan. Dus je zet maar tenen op de box. Ik adem als ik zak en ik blaas uit. In stuks. Is dat nou te zwaar? Dan kan je ook gewoon push-ups op de vloer doen. Of push-ups op deze manier. Dan is je weer inclined. Dead to vertical jump. Terwijl ik sta, ik zet mijn voet naar voren, ik zak in en ik spring. Stap erop, andere benen stap ik, enzovoort. Ook weer even je benen afwisselen, burpee box doen. We hebben de box voor ons staan, voet een stukje uit elkaar, ga naar beneden. Ik rol af, ik spring bij, en ik spring op de box. Ik spring weer terug, naar beneden, ik spring, weer op de box. Nog twee oefeningen te gaan. Glute bridges. Wel, zet mijn voet op de box, handen langs zij, kom zo hoog mogelijk met mijn heupen. Rustig naar beneden en weer omhoog. Naar beneden en weer omhoog. Dan doe je 10 van. En dan hebben we nog de seated knee touch. Terwijl je pakt een beetje achter je. Pak je de box, knieën naar je borst. Je strekt je uit. Je trekt hem terug. Doe je 20 van. En dan hebben we 10 oefeningen gehad. En dan doe je nog 2 ronden. Je hoeft dit natuurlijk niet voor tijd te doen. Je mag het ook in setjes doen. Dus dat je er van rustig aan doet. Doe de bewegingen goed en veilig. Niet op een glazen tafel. En dit is nummer 8. Morgen nummer 9. Heel veel plezier en succes. Tot de volgende keer.